Meneer Jacob van Vliet, ja, u woont aan de overkant. Hoe wist u dat het brandde? Nou, wij hoorden het een en ander en dan ging je buiten kijken en dan was er een enorme rookkolom. Die wel tot een 100 meter hoog schat ik in. En ja, een gigantische zwarte wolk die er vanuit de kassen omhoog kwam. Alhoewel ik ook dacht dat het bos ernaast brandde, maar dat bleek dus achteraf niet het geval te zijn. Gelukkig niet. De kassen die zagen er als één grote vuurzee uit. Tenminste, de drie kassen die het meeste op mijn huis aanstaan. Drie kassen die van voor tot achter, van beneden tot boven gewoon in één grote vuurzee waren. Ja, er waren ook knallen, maar dat was vooral later. Dat was op dat moment nog niet zo. Maar later waren behoorlijke knallen. Wat er precies geweest is, weet ik niet. Of er soms gasflessen geknald zijn van fornuizen, buitenfornuizen die daar binnen staan. Maar dat kan heel goed. Heel erg triest wat je ziet. Die drie kassen die vooraan ene vuurzee waren, zijn totaal verwoest. Ook alles wat erin staat is verbrand. Er stonden heel veel tuinhuisjes in. Hout brandt goed. Nou, en nu brandt het op dit moment nog wat aan de achterkant, wat je vanuit de weg niet zo erg ziet. De kassen die nu verbrand zijn, zijn de jongste. Die zijn ongeveer, schat ik in, 1,5 jaar oud. Triest gezicht, hè? Ja, het is heel triest als je dit ziet. Dit is opgebouwd in een aantal jaren en dat zie je dus nu eigenlijk compleet verwoest worden.